Suriname en in dit specifieke geval de Evangelische Broedergemeente Suriname krijgt per 2018 officieel 24% aandelen in Kersten. Dit is een van de belangrijkste besluiten die is genomen tijdens de Uniteitssynode die van 11 tot 19 augustus in Montego Bay, Jamaica is gehouden. Naast prezes Hesdy Samuel en bisschop John Kent is Clifford Marika als delegatielid meegereisd. De Uniteitssynode van de EBGS wordt om de 7 jaar gehouden en is het hoogste orgaan van de organisatie. Marika zegt dat deze 24% aandelen reeds in 1981 was toegezegd, maar pas na de acties in 2014 om de verkoop van het Kerstenwarenhuis te stuiten weer aandacht kreeg. Prezes Samuel heeft toen een schrijven gestuurd naar het Uniteitsbestuur om de 24% over te dragen. Echter is het resultaat uitgebleven en werd Suriname verwezen naar de Uniteitssynode, zegt Marika. Op die synode hebben wij dus, heeft de provincie Suriname, een voorstel gedaan die behandeld moest worden en behandeld is geworden. Het resultaat is na behoorlijk wat onderhandeling, is het resultaat dat het besluit van de synode is dat die 24% aandelen die toen waren toegezegd aan Suriname, zullen worden overgedragen. Een commissie bestaande uit 3 personen, 1 van Suriname, 1 van MCF, Moravian Church Foundation, die nu alle aandelen beheert, en 1 van het Uniteitsbestuur, die moeten aan het werk gaan en moeten ingesteld worden voor eind december. En ze moeten voor eind juli, voor volgend jaar, hun werk hebben gestart om na te gaan hoe die 24% aandelen kunnen worden overgedragen aan Suriname. Het is de bedoeling dat ze verslag doen aan het Uniteitsbestuur. Het Uniteitsbestuur vergadert om de 2 jaren, dus zij komen in 2018 weer bij elkaar. Dan moet duidelijk zijn wat het rapport is van deze commissie. Nou, het betekent dat Suriname nu definitief aandeelhouder wordt. En aandeelhouder zijn betekent dat wanneer er zwaarwichtige besluiten worden genomen, dat de provincie Suriname betrokken zal worden. We hebben wel dan een minderheidsaandeel, want 24% is nog een minderheid. Maar Suriname zal tenminste betrokken worden bij de besluitvorming over zwaarwichtige besluiten. Het zal niets veranderen aan de bedrijfsvoering van Kersten. Ik denk dat wat de bedrijfsvoering betreft wij niet ontevreden mogen zijn. Want Kersten doet een goede job in die samenleving. Het zal daarnaast inhouden dat wanneer er winsten worden gemaakt en het besluit is genomen welk deel van de winst verder zal worden geïnvesteerd in het bedrijf en welk deel zal worden uitbetaald aan winst, dividend noemt men dat met een mooi woord, dat Suriname dus voor 24% van de dividenduitbetaling in aanmerking moet komen. Suriname moet nu nagaan wie zitting zal nemen in de commissie om ervoor te zorgen dat de overdracht in 2018 soepel kan verlopen, zegt Marika. In 2018 de daadwerkelijke overdracht ook kan plaatsvinden. Dus niet dat wij die situatie van 1981 weer krijgen, waardoor we lange tijd niets kunnen doen. We hebben nu in elk geval ook ervoor gezorgd dat die voorwaarden niet zijn meer in dat besluit. Allerlei moeilijke voorwaarden waar we mogelijk nooit aan konden voldoen. Wat ik kan meegeven nog is dat er ook andere besluiten zijn genomen. Er zijn ook commissies ingesteld. Een commissie over theologie. Daarin zit onze prezes. Maar er is ook een nieuw bestuur voor MCF gekozen. En de voordracht van Suriname is ook goedgekeurd, waardoor ik per november ook zitting zal hebben in het nieuwe bestuur van MCF. Nou, ik denk dat de situatie helemaal veranderd is sinds na die verkoop. Want MCF begreep nu dat ze Suriname moeten kennen. Dan moet ik zeggen hoor, dat ze verontschuldigingen hebben aangeboden voor de wijze waarop het gegaan is. Ze zeggen, in onze gemeente is dat niet de wijze om met elkaar om te gaan.
Dus ik verwacht niet dat er besluiten zullen worden genomen, zwaarwichtige besluiten, zonder dat Suriname daarbij, de provincie Suriname daarbij betrokken zou worden. Maar ik zal er natuurlijk ook als deel van het bestuur er ook voor waken dat zwaarwichtige besluiten worden getoetst. Ik moet wel direct duidelijk maken dat wanneer je zit in het bestuur, dan zit je niet namens Suriname. Suriname mag wel voordragen, maar op het moment dat je in het bestuur zit, dan zit je als deel van het bestuur. En dan zal je dus als bestuur als zodanig moeten functioneren. Maar je hebt een stukje verantwoordelijkheid en die verantwoordelijkheid zal dan goed tot uitdrukking komen als lid van het bestuur. Aldus Clifford Marika, die als delegatielid heeft deelgenomen aan de Uniteitssynode van de EBGS op Jamaica. Het besluit dat Suriname 24% aandelen krijgt in Kersten Holding heeft niks te maken met het besluit van de verkoop van het Kerstengebouw. Dat is een afgesloten hoofdstuk, zegt Marika. Kersten is een holding met verschillende bedrijfstakken en daarvan wordt Suriname aandeelhouder.